En weer daar zo. En dan hier insteken. Seb, die bijna 6 jaar is, geeft mama instructies bij het bouwen van het kamp en omgekeerd. Want Wildebras wil ouders samen met hun kinderen in de natuur leren spelen. We doen onze best met de creativiteit van onze kinderen samen en onze eigen creativiteit. Het is heel leuk om als kind en ouder samen iets leuks te doen. De Emiel Hullebroeklaan in Heulen is maar één van de 10 groene plekjes in Kortrijk en deelgemeentes die veel te bieden heeft. Wildebras palmt die avontuurlijke plaatsen af en toe in. Hier is het alvast ideaal om kampen te bouwen. Ja, we zijn er toch maar redelijk veel kindjes, of redelijk veel families. En er is redelijk veel plaats, dus elk kan eigenlijk zijn ding doen. Wist je dat deze plaats er was? Totaal niet. We hadden zelfs gekeken op Google Maps en er stond geen huisnummer bij, dus was even zoeken. Sommige stukjes groen lenen zich dan weer beter voor andere activiteiten. We doen nog een hele zomer op allerlei parken wild spelen en het hangt een beetje van locatie. Ja, voor het Markenbeek in Marken, daar zullen we dammen bouwen en minivlotjes bouwen. Maar op Kortrijkweide, waar in de toekomst een vuurplaats komt, zullen we in september vuur maken voor kinderen. Dus weer vuur maken op de ouderwetse manier. En Seb, die is intussen een volleerd kampenbouwer. Met allemaal stokken. En wat heb je nog nodig? Lakens. En zoiets voor op de grond te leggen, dat je jou niet kan pijn doen. En of fietsbanden, dat stevig is.